Goedemorgen mensen, Baar is hier. En welkom op Halbinsel. Ja, daar waren we al, maar er is iets nieuws. Dit is Halbinsel 2.0. Helaas kon ik niet 1.9 overschrijven met 2.0, dus er zat bij mij iets fout. Dus ja, en ik moet dan een heleboel om gaan zetten. Groei. We hebben de velden niet meer die we hadden. Dit is allemaal verdroogd. Oké. Daar staat nou ook wat. Goed, er zullen wat updates zijn gedaan. Dingen aangepast. Ik geef nog steeds niks aan. Op een manpanel. Left. Ja, maar dat hebben we niks, niks mee te doen. Goed. Het zal. Ik heb overal wat ingezet natuurlijk. Deze zit vol. Met suiker en koolzaad. Nou, dat is natuurlijk mooi. Wat wij hier eigenlijk even gaan doen vandaag is kijken of de triggers die wij hadden, of die allemaal nog mee zijn gezet. Ik heb het gevoel dat mijn scherm dat die donkerder is. Maar goed, dat kan ook aan de tijd liggen. Ik heb wel weer al van alles erin gezet natuurlijk. Even via dingen is er alles ingezet, want ja, we hadden er heel veel in staan, dus dit komt er allemaal. Dit is gewoon verdoogd. Ja. Het eerste wat wij hier moeten gaan doen is ploegen. Ik hoop een groene. En daar zetten wij ook wat voor. Dat gaan we klaas. Standaard, hè? Kost al genoeg. Natuurlijk willen wij daar ook iets voor hebben. En wat hebben wij daarvoor? Die is zware zat. Oké. Oh. Nou, dan moeten we weer een paar dagen later wachten op water. We hebben bij die andere 5 gedaan, dus wij gaan deze ook 5 doen. En ik heb al gekeken of ik wel iets gevonden waar ik een betere nieuwe kater kan weghalen. En we gaan gewoon een super naar de goede kater. Ja. Motholster. Er komt ook wel een muntje van te staan als ik eraan denk. Met name als ik eraan denk. Ja, ik weet, ik sta in de borden nog niet. Even een op zijn kant even weghalen. Ja, het spul is allemaal dood. Dus we beginnen de kaart met alles dood. Nou ja, goede reden om even te gaan ploegen. Dat hoefde we vorige keer natuurlijk niet te doen. Maar ja, deze keer is wel. Dan weten we gelijk welke velden genoeg zijn. Al onze eigen velden. Nou, ploeg ik toch sowieso vaker.
of ik nou een ploeg eroverheen haal of een cultivator. Ja, het maakt in principe niet zo bar veel uit. Dus waarom niet ploegen? Ja, we gaan een paar dingetjes anders doen. Niet te veel hoor. We gaan dus geen bomen meer zagen met de mobiele kraan. dat werkt niet helemaal. Oh, zakken. Nou, die mag zijn werk doen. Nou wou ik even kijken, want waar was die hoge er stond hier volgens mij ergens dat de trigger zo hoog was. Oké, die liggen naar beneden. Deze draait inmiddels ook. Er zit nog steeds geen pijp naar boven, maar goed. Dat is jammer, dat is gewoon een ijsfoutje. Die doet het. Hier is ook niks veranderd. Die draait ook. Dat is mooi. Ja, hier hebben we nog niks aan het draaien natuurlijk. Er zijn wel boomstammetjes erin zitten, maar... Oh, dit is wel een beetje veranderd, toch? Hier staan heel wat meer bomen. Oh, deze stond er ook nog niet. Oké. Deze was nog niet geweest. Nu dus wel. Oké. Hier stond de schuur. Oh nee, hier stond die pallet. Fabriek. Oh, dat gaat heel snel. We gaan eens even tappen. En 700. Ja. En die gaat terug naar 50. En daar gaat de andere terug. Oké. Nou, de treinen rijden weer rustig. Die gingen even door elkaar heen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Eigenlijk niet, maar oké. We hebben de locomot erin zitten. En zodoende gaan wij dus alles netjes naar huis. Even hier niks uitklappen. Tegen die tijd dat ik er netjes voor sta. Ik vind het nogal aardig donker. Of dat nou aan mij ligt of aan de wolken hier. Ja, het is natuurlijk versie 2. Dus ze hebben er wat aan gedaan, maar... Ja. Dit is nog niet helemaal... Dit staat erin dat het volop zon is. Maar goed, het is om 7 uur 's ochtends hier. We zullen het zien. Zo. Als het goed...
goed is, hebben we hier ook van alle producten in zitten. Hallo. Dus we zullen deze ook nog gaan doen. Yep. Kersen. En die. Dat zijn onze boomgaarden, dus. Druiven. Weet niet, rode, bruine, pruimen en kersen, denk ik. We zullen zien hoe we die weg moeten halen. Oké. Wat hebben we allemaal? Een autootje, een trekkertje, dat is ingehuurd, ingekocht. De 700, de Agros, die gaat er ook uit. Die gaat, één van die beiden gaat eruit. Dat is een leuk karretje. Die heb ik trouwens ook niet nodig, want dat doe ik toch met die kraan. Ploegen gaan eruit, die gaat eruit. Die gaat eruit. Zaaimachine hebben we nou wel weer nodig. Dus we gaan naar de P. Die gaat eruit. De rest kan blijven. Jij gaat ook weg, want ik vind die witte die ik nou de laatste keer heb, die Klaas. Die vond ik eigenlijk best wel leuk. 18,7, dan ga jij weg. De ploeg gaat eruit. Die zaaimachine kan alleen maar. De vorige zaaimachine kan alleen maar. Cultivator hebben we niet nodig. Alleen maar zaden doen. Dus wat heb ik nou alleen maar aan zaden? Daar hebben we niks aan. Jij gaat ook weer uit. Kijk, zo ruimen we tenminste even een beetje op. Dan gaan we naar de winkel. Het eerste wat wij gaan doen is die kopen. En dan pakken we de grote kaart erbij en dan zeggen wij, wij gaan... Oeh, die kan op, die kan op. Hier gaan we neerzetten. 1, 2 en 3. En ook de originele zonnecollectoren gaan we kopen. Even kijken. Die kant op zo. Mooi. Dan komt er tenminste geld binnen. Is het klaar? Nee, hij is nog niet klaar. Hij is bijna klaar. Wij kopen een zaaimachine. We gaan niet op al te groot. Kijk, deze heeft maar 5000 liter inhoud. Die is heel leuk, heel goed. Maar die heeft maar 5 inhoud. Zoals deze. Ja, die heeft ook maar 5000 liter inhoud. En is heel wat duurder. Deze heeft iets meer inhoud. 15. Ligt iets moeilijker. Is, heb ik een klein probleempje mee. Hij kan niet laden aan de... daarvoor bestemde oplaadstations. Dus ja, het is een beetje jammer, maar is niet anders. Oh, wacht even, ik moet deze helemaal niet hebben. Deze had ik hiervoor toch? Voorladen? Nee.
zware motor, ja. Rode kleur, smalle banden, ja. Oké. Okay. En daar heb ik ook iets, een gewicht van voor. Dat is de kleine. Oeh, dan ga ik lopen. Eerst even naar binnen. Anders hebben we steeds zo rare handjes. Dan gaan we die andere wel weer bezaaien met gras. Die nummertje 3 die erachter ligt, die eerste die we het eerst hebben geploegd. Ach, deze is ook niet zo groot. Hè? Zometeen iets is hard zitten. Ik wil even weten of het tegen de middag iets zonniger wordt hier. Ik heb al 5 staan de hele tijd. Ik wil hopen dat het snel zonniger wordt. Het is aardig wolk hier. Goed, we gaan naar de winkel. We stappen in de tracker met de smalle bandjes. Waarom smalle bandjes? Daar kunnen wij hem ook gaan gebruiken voor de kunstmest. Fertilizer, liquid fertilizer. Besproeien. Kijk, helemaal leeg. Helemaal niet erg. Die jakker mooi naar huis toe. Dan gaan we door de schuur heen. Daar kunnen we hem opladen. Opvullen. Opladen. Nee, nou, opladen. Wie gaat er nou opladen? Nee, we gaan hem opvullen. En door. Ging mij verkeerd. Kijk, als het goed is. Het is goed. Hoppa. Nee, het is niet goed. Goed, hij wil. Vol. Nou, dan moet ik even op de kaart kijken. Ja, veldje 1 is kleiner dan 3. En deze ligt ook gelijk naast dat grote stuk gras. Dus veld. We kunnen daar ook nog gras weghalen. En dat gedeelte dan. Er staan zeker allemaal bomen op. Goed, we gaan eerst planten. Mooi de zaadjes in de grond houden. Er zitten allemaal kleine kereltjes achterin. Die bak, die douwen allemaal stuk voor stuk zaadjes in de grond. Oké. Okay. Ja. Nou, de werknemer kan er zo weer in. Ik zal weet niet de wat die ding nou? De loco, train loco en de Vera trailer. Ik zal even linken. Onder in de beschrijving.
heb daar een complete linkset van. Dus die zal ik ook gelijk compleet onderin beeld eronder in zetten. Goed, zoals het nou leek, lijkt het goed. Er zijn al een paar foutjes die ik dus te verhogen, te hoge dinges is weg. Triggers en zo. Heeft nog wat meer foutjes opgelost. Nou, daar komen we in deze serie allemaal achter. 5 stuks geloof ik. En als ik dan een betere kan vinden. Ja. Voor de goede duidelijkheid, dan gaan we naar de andere kant. Elke keer vergeet ik daar een stukje. Dus wordt het niet, hij is niet zo breed daar. Kijk, we hebben dat stuk gras ook. Dus volgens mij hoeft hij geen gras. Ik weet niet, volgens mij hoeft hij helemaal geen gras te halen. Om de kat heen. Naar de spoelplaats, dat is wel mooi natuurlijk. En dit is een goede spoelplaats, want hier kan ik ook even de trekker uitzuigen. Alleen die honden lopen hier nog steeds, dus daar moeten we even voor oppassen. Die biedt je zo in de kont. Wel leuk dat dubbel gezijdig grote bord. Ik kan ook zien wat we bij ons hebben. En hier hebben wij nog koolzaad in. Natuurlijk gaan wij dit trailertje gewoon weer houden. Ik hoop alleen nog een andere trailer bij. Eens kijken. Nee, de schapenweide heeft er nog steeds niks aan gedaan. De schapen lopen nog steeds. Kunnen niet alle kanten oplopen. Behalve vanaf deze kant, hier staat de hek. Ja, een beetje jammer nog steeds. Ik zit er niet zo erg mee. Oh, het verkeer heb ik wel weer uitgezet. De vorige keer een grote ergernis dat het verkeer alle kanten langs hier grenst. Dus dat hebben we uitgezet. Oh ja, die zit vol. Oké, go. Het begint al wat zonniger te worden. Nee, dat is altijd goed. Sorry, paaltje. Oké. Super. Kijk, let op, hè. Super. 18. Ja. Weet je, de gasolie en benzinenamen gaan worden veranderd. Hier staat al E10. Diesel wordt E5. Dat is een vrij nieuwe map. Oh ja, er staat een zieke auto. Als je verkeer aanzet, die rijden ook. Die rijden ook hier in het rond, zieke auto's. Dat is toch leuk om te zien. Als ik in Duitsland rijd, dan zie je ze ook heel veel rijden. De jongens die rijden gewoon in de rond. En wachten tot er iets wat gebeurt en dan komen ze in actie. En dan meestal rijden ze al gewoon overal langs. Dus ja, dat is wel goed. Oh, ik ben al die balen ook kwijt natuurlijk. Dat is balen. Al die balen weg. Nou,
Wij gaan balen om nieuwe balen te halen. Dan gaan we dus met een balenpers nieuwe balen halen, omdat wij geen balen meer hebben. Dat is balen. Ja, die zit ook allemaal vol. Die had ik al vol, dus ik heb alles bij me vol gezet. Goed, mensen. Ik dank u allen voor het kijken van serie 2, aflevering 1 van 5. Tot nu toe van 5 tot 5. Misschien over de 5, misschien wel 6, 7. En dat weet ik nog niet. We zien. Ik hoop dat het geluid van de trekkers nou niet te hard is. Het geluid van de machines niet te hard is. Zowel, laat het even weten. Zo niet. Tot de volgende keer maar weer. Mensen, mooi.